The battery is almost empty. Okay. Well, hier, dames en heren, zijn we voor de katholieke kerk van Bédérieux. We gaan dadelijk aanstonds naar binnen en daar zijn enkele taferelen. En daar wil ik wel even een verhaaltje over vertellen. Let's get in. Welkom. Heeft u Zwift? We moeten een beetje snel zijn, want de batterij is bijna leeg. En zoals u ziet, dit kerkje is erg slecht verlicht. Daarom heb ik het lampje, extra lampje nodig. Maar dat kost zo ongelooflijk veel energie dat we een beetje snel moeten zijn. Dus kijk hier even, take a look around. Ik spreek af en toe ook Engels, want mijn cameraman is Amerikaan. Half Amerikaan, half Italiaans. Dus om de how do I get the exposure again? And then this focus. Well, there it is. Now it's steady. Now it's steady. Dus af en toe moet ik ook een beetje Engels spreken, anders weet de jongen niet waar hij zich op moet richten. Well, take a look around. Well, this is dan het kleine voordeel van de kerk. Dit is een hek. Een fence. Take a look at the fence. En dat is gesloten. Okay. Dus daarom kunnen we altijd naar binnen gaan. Want we kunnen niet de grote kerk betreden. Dat zijn misschien mooie beelden, dingen die kapot gemaakt kunnen worden. Daarom kunnen we hier zijn. Nou, twee verhaaltjes wil ik vertellen. De ene verhaaltje is gebaseerd op die 1, 2, 3, 4 panelen. Die elk op zijn beurt een deel van het lijdensverhaal van Jezus Christus uitbeelden. Te beginnen met dit tafereel. To start with this picture. Dit is een schilderij. Ondertitel is Jezus est attaché à la croix. Met andere woorden, Jezus wordt hier bevestigd aan het kruis. Nou, als je nou goed kijkt, dan zie je daar inderdaad Jezus liggen op het houten kruis. Met twee, een rode en een beetje bruinige man aan zijn rechterhand. Ja, met de hamer in zijn hand. He's held, holding his hammer in his right hand. And with the left hand, slaat hij daar, die spijker in zijn hand. The other guy, opposite of the red man, man in red. De andere man naast degene in het rood, houdt zo zijn hand vast van... Sla me alsjeblieft niet op mijn vingers, of is het wel goed wat we doen? Misschien heeft hij een klein twijfelgevoeletje. En die man in het rood zegt, ja, maar daar kan ik niet mee bezighouden. Ik ben geen politiek wezen, ik ben geen religieus wezen. Het is gewoon mijn werk, mijn vak, om die spijker in zijn hand te slaan. En aan zijn voeten zie je dan nog een andere arbeider, en die is gewoon met zijn voetjes bezig. Wat zien we nog meer? We zien natuurlijk Maria. Maria met het aureooltje, met daarachter nog meer rauwe figuren. Rechts zien we de legionair, de zaakwaarnemers van deze gebeurtenis, van de terechtstelling van de drie of meer zondaards op de Schedelberg. We zien daar misschien, het is een beetje vaak, maar er zit in ieder geval een centurion bij en een hoop andere legionairs. Je ziet daaronder nog de rope, het touw waar Jezus mee heeft vastgebonden gezeten. Je ziet nog wat blood, een beetje bloed, zie je nog vanuit zijn handen op de aarde sijpelen. Het is een beetje moeilijk om dat allemaal scherp te krijgen, maar dat is er wel. Nou, dat is dit tafereel. Nu gaan we naar dit tafereel. We zullen een stukje verder zijn op ons pad naar het verhaal. Jezus... Meaar sur la croix. Jezus hangt nu daadwerkelijk aan het kruis. Je ziet dat Jezus nu al wat bleker, witter is afgebeeld. Hij is more white. Want hij is al dood. Je ziet ook het vijfde stigmata. De fifth wound. In zijn zij. En wat zien we hier? We zien hier naast Jezus die dood is. Zien wij...
vier figuren. Volgens het Johannes-evangelie zijn er vier vrouwen. Maar ik zie maar drie vrouwen, denk ik. En die andere is een man. De vier vrouwen die, die Johannes beschrijft in zijn evangelie is links natuurlijk Maria, zijn moeder. Dan heb je weer aan de voeten Maria Magdalena, die in de 6e eeuw door paus, ik weet niet officieel tot hoer het verklaart. En rechts, dat is dus een van die twee andere Maria's. En de ene Maria is Maria Kloopas. Valt fijn en weinig over te zeggen. Zij is Maria Kloopas, de dochter van meneer Kloopas. Of getrouwd met meneer Kloopas en heeft zo die naam gekregen. Of het is gewoon de zus van Maria. De moeder van, dus de tante dan van Jezus. En dan hebben we nog dat andere, als dat duistere figuur, als dat duistere figuur niet de vierde vrouwpersoon is, dan is dat een duister figuur. En wie zou dat duistere figuur kunnen zijn? Wel, in het evangelie van Johannes wordt naast die vier vrouwen, misschien is een van die vrouwen gewoon even weggegaan, wordt naast de vier vrouwen, de vier Maria's, ook nog een soort van leerling aangekondigd. Kijk, dan komt de koster. Dat is de koster, dat is van de katholieke kerk. Dat is de katholieke kerk, dan heb je een koster. Net als de vader van Heidegger ook een koster was, is dit ook de koster. Oké, back to the story. Het was een leerling, want Jezus, wanneer hij bijna doodgaat, zegt op een gegeven moment tegen zijn moeder, tegen Maria, Maria, luister, dat is nog voortaan nu jouw zoon. En zoon of leerling, dat is voortaan nu jouw moeder. Dus dat kan best wel zijn dat Johannes zelf is, de leerling. In het evangelie van Johannes wordt er ook alleen maar over de leerling gesproken. Een ander verhaal zou kunnen zijn dat het volgens Matthäus dat Matthäus is. Want volgens bepaalde teksten was er helemaal niemand op die berg. Alleen maar was Matthäus in staat om aan de achterkant van de berg het gaten slaan. Toen iedereen wegging, is hij snel gekomen, heeft Jezus van het kruis gehaald en afgevoerd. Dat zou ook kunnen. Dat dus zeg maar die vrouwen als verschijning aanwezig zijn en Matthäus eigenlijk ook als een soort van verschijning, duister, toch een beetje verscholen, symbolisch, toch afgebeeld is. Goed, gaan we door naar het derde tafereel. Let trouwens even op het detail, I forgot a detail. Of de second en de first picture, is er een tweede afbeeldingen. Dan zie je dat de lendendoek, waar om gedobbeld moet gaan worden, omdat die zo mooi is. Om de lendendoek gaat van de rechterkant van de heup naar het kruis toe. Dat is bij het eerste tafereel zo en dat is bij het tweede tafereel zo. Als we nu naar het derde tafereel gaan, let's go to the third, dan zie je dat het vanuit de linkerkant van de heup naar het kruis gaat. Maakt niet uit, Jezus is helemaal wit. Helemaal dood. En hier zien we dan wel die vier vrouwen. We zien aan rechts in het rood Maria Kloopas. In het midden Maria de moeder. Links Maria Magdalena. Rechts weer dat duistere figuur. Dat of de leerling is. En dan hebben we dus die andere vrouw die daar nog naar iets zit te bidden. Naar God of ik weet niet meer wat. Is dan misschien toch die tante van Jezus. Jezus est descendre de la croix. Jezus is van het kruis afgehaald. Nu gaan we naar het vierde tafereel. En op dit tafereel is de titel Jezus us o tombo. Jezus wordt naar de grot gebracht. Daar zien we weer die twee stoere mannen. Dan zien we daar Maria Kloopas, mooi in het rood, een rijke vrouw, dat is duidelijk te zien. Magdalena steekt daar toch schamper bij af, maar niet uit, ook een hele lieve vrouw. Wordt over gezegd trouwens dat Maria Kloopas en Maria Magdalena samen op pad gaan om te preken, te verkondigen door Frankrijk, Italië, noem maar op. En dan heb je daar Maria die een beetje wordt vastgehouden, want die is natuurlijk heel erg verdrietig. Nou, daar heb je daarachter weer die twee duistere figuren. Je weet niet wie het zijn, misschien zijn dat de engelen die nog komen gaan. Ik weet het niet. Maar dit is zeg maar een deel van het verhaal van Jezus Christus.
die aan het kruis wordt genageld, er vanaf wordt gehaald en 3 dagen later een opstanding maakt en iedereen weer blij maakt. Over die stigmata, ik heb het er eventjes over gehad. Dat zijn dus de... Nou, de koster is even aan het oefenen, dat zijn we niet erg. De stigmata, dat zijn dus 5 honden. De hond 1, hond 2, hond 3, hond 4 en de 5e hond. En dat, daarmee toont Jezus, wanneer hij weer terug is uit de doden, dat hij het werkelijk is. Dan komt hij bij de apostelen van ik ben het, kijk naar de wonden. Dus zeg maar, dat is heel belangrijk. Maar in die tussentijd zijn er al 500 gevallen van stigmata geregistreerd. Mensen die de stigmata hadden. Nou, sommige zijn echt gebleken, sommige zijn niet echt gebleken. En dat kun je makkelijk zien als iemand bij u aankomt en zegt, maar, kijk, ik ben gestigmatiseerd. Dan moet je gewoon kijken naar 2 dagen, als die wonden aan het hele zijn, als er korstjes opstaan of verschijnen, dan zijn het geen stigma's, dan zijn het gewoon zelfverwondingen. Of ongelukjes. Maar neem maar aan voor mij dat het zelfverwondingen zijn, want een ongelukje op alle vier plekken. Dat is een beetje overdreven. Daarom wordt niet altijd die 5 er ook bij gedaan, want dat is dodelijk. Het is niet dodelijk, niet dodelijk, niet dodelijk, niet dodelijk. Maar als dat 3 of 4 dagen nog steeds zo is, dan heb je echt te maken met echte stigma's. En dat is wel vrij bijzonder. De laatste is geregistreerd in 92. Echte. In Colombia. Heb je nog in 96? Ja. Dus het kan, het kan. Goed, gaan we nu naar het tweede deel van deze opname. En een kleine quiz. Kom eens kijken. Je ziet hier een bitstoeltje. Je ziet daar een bitstoeltje. En je ziet daar een bidstoeltje. Goed. Als wij naar dit bidstoeltje gaan, dan zeggen wij onze gebeden voor deze afbeelding. Deze afbeelding is van Sint Jozef. Eerst dacht ik nog dat Jozef, de man die hier afgebeeld wordt, de Jozef was die wanneer Jezus aan het kruis hangt, dus dat is weer een ander verhaal, naar Pontius Pilatus gaat van, hey Pontius Pilatus, mag ik Jezus van het kruis halen, in doeken wikkelen en in mijn graf leggen? Ja, zegt Pontius Pilatus, dat mag. Die Jozef, dat, die is het is een rijke man, die op een of andere manier gezonden is, of het is de Hoge Raad, zoals in Nederland is, een adviesorgaan van de regering, waarschijnlijk de Romeinse regering, of het is een adviesorgaan van de Joodse, Hoge Raad, ik weet het niet. Maar, dat is het helemaal niet. Dit is gewoon Sint Jozef, de vader van Christus. Sint Jozef, die ook wel Jozef, die de werker werd genoemd. Je moet eens gaan kijken naar, enorm lief gezinnetje is het. Vader, moeder, dus Jozef, Maria, Jezus. Afbeeldingjes, als ze lekker aan het schaven zijn, maar aan het hout. Of een steen aan het bijten zijn. Enorm lief, lief gezinnetje was dat vroeger. Met z'n drietjes. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Dus dat is Sint Jozef met kindertje Jezus. Zie je nog de bol in de handen, symbool van de koninklijkheid. En dan, dus dat zit al goed. Gaan we naar de tweede bidstoeltje. En dan komen wij, zeggen we onze gebeden naar een zekere Saint Antoine de Padoue. De Padoue, dat wil zeggen, de man komt uit Padoue. Nou, dat is helemaal niet waar. Sint Antoine, die komt uit Lissabon, is in 1231 daar geboren, of zoiets. En in Padoue was een klooster waar hij terecht is gekomen. En op een moment, want dat deden kloosters, nodigden gastsprekers uit om daar weer een verhaal te komen vertellen, was een gastspreker niet opkomen dagen. En er werd tegen hem gezegd van, kom Sint Antoine, doe jij dat dan? Geef jij nou eventjes wat van jou kunnen aan de mensen. En hij deed dat inderdaad zo fantastisch. Hier het boek, symbool van de wijsheid. Hij deed dat zo fantastisch dat hij voortaan Saint Antoine de spreker werd genoemd. Er werd zelfs gezegd dat de vissen vooruit het water ervoor kwamen om naar deze man, te luisteren. Hij staat voor de reizigers. Dus als je gaat reizen, dan ga je hem aanbidden. Dat wil zeggen in dit gebied van Frankrijk. Nou, dat is Saint-Padoue. Gaan we naar een derde tafereeltje.
En nu komen we bij de afdeling de quiz. Prachtig, lief, very devout, face, very nice. Houdt ze een bos bloemen als een soort van bruid, een bride to be, een bruid, toekomstige bruid. De afbeelding van Jezus aan het kruis. Prachtig, mooi gewaad. Het is een mooie nonnengezelschap. Erg heilig, daar kun je voor bidden. Maar, dan gaan ze naar beneden gaan. Dan komen wij hier niets tegen. Wie is deze vrouw waar we toch voor bidden? Waar we toch dingen aan vragen? Nou, dat is de vraag van deze quiz. Wie is deze vrouw? Hoe is ze?